De heer Van Hagen. Ja, dank u wel, voorzitter. De minister zei net dat restaurants natuurlijk goed worden gecompenseerd. Dat beweegt mee. Nooit genoeg. Daar verschillen we inderdaad over van mening. Want ik vind dat als er schade wordt toegebracht door de overheid, dat die ook 100% moet worden gecompenseerd. Maar ik wil een ander punt maken. Dat is namelijk de horeca die aanpalend is. Dus een bowlingcentrum die ook horeca heeft. Dat is nu dicht. Een sportcentrum die ook horeca heeft. Dat is nu dicht. Ja. Waarom, en ik heb al eerder moties ingediend over die SBI-codes, waarom is het nou zo dat er zo moeilijk gedaan wordt over die SBI-codes? Dit is een schadepost, er is sprake van horeca, die mensen lijden schade. Waarom kunnen we dat dan niet gewoon meenemen? De minister. Nou, voorzitter, omdat als iets voor een specifieke sector gedaan moet worden, dat we dan afhankelijk zijn van SBI-codes. En we kunnen dat niet handmatig doen. Er staat hier gewoon een computer, duizenden, tienduizenden, honderdduizenden bedrijven er doorheen te draaien. Dat moet allemaal in no time op tafel liggen. Mensen willen snel hun geld hebben. We moeten dat machinaal doen. Deze mate van handwerk en precisie is eenvoudigweg niet haalbaar. Dat vind ik wel heel verdrietig. Want als je vindt dat er iets met horeca aan de hand is, wat ook met een horecagelegenheid op een bowlingbaan aan de hand is, dan wil je dat graag ook vergoeden. En dat lukt ons niet. De heer Van Hagen. Voorzitter, dit valt me echt heel erg tegen. Hier hebben we een ingenieur staan en die zegt, de computer says no. Dit zijn computer can't do. Ja, dit zijn oplosbare problemen. Nee. Er zijn verschillende SBI-codes. Als het zo is dat er een bowlingcentrum is met horeca, natuurlijk kunnen we dat oplossen. Dan kunnen we niet zeggen, ja, maar het is een beetje moeilijk met die SBI-codes en de computer kan het niet aan. De computer kan het wel aan. We hebben nu 8 maanden de tijd gehad. Waarom kunnen we dit niet regelen? En als het niet onmiddellijk kan, waarom kunt u dan niet toezeggen dat we het gewoon zo snel mogelijk gaan regelen? De minister. Voorzitter, ik bedoel, ik ga hier even spreken namens al die mensen die in de afgelopen 8 maanden zich werkelijk helemaal de takken hebben gewerkt om een heleboel preciseringen aan te brengen, een heleboel verbeteringen aan het pakket, op een heleboel dingen te reageren. Het departement staat niet stil. Ook bij RVO. Ik bedoel, het gaat tot diep in de avond door. Weekenden hebben hun betekenis verloren. Bij vakanties wordt er keihard gewerkt. Wij doen wat wij kunnen. En er kan steeds meer. En misschien ontdekken we straks dat dingen kunnen, omdat we ook daar ons weer op gestort hebben of nieuwe oplossing hebben gevonden. Dat is eerder gebeurd. Dan kon eerst iets niet en daarna kon het wel. Dus we blijven kijken, maar ik echt met de hand op mijn hart. Hier is het uiterste gedaan door een overheid in de uitvoerende sfeer. En daar ben ik van onder de indruk om dit pakket mogelijk te maken. De heer Van Hagen. Voorzitter, ik heb natuurlijk grote waardering voor de mensen die zo hard werken om die regelingen toe te passen en om SBI-codes te checken, om te kijken naar oplossingen. Ik vind het wel heel ver gaan dat dit min of meer wordt vergeleken en wordt afgezet tegen al die ondernemers die niet meer kunnen slapen, die hun pensioen aan het opeten zijn, die volledig over de kop gaan doordat deze minister op dit moment zegt, nee, het is allemaal een beetje te moeilijk. De computer kan het niet aan. We werken wel heel hard, maar het gaat niet lukken. Dus ik zou u nogmaals willen vragen, kunt u gewoon toezeggen dat al deze mensen met aanpalende horeca ook gewoon onder die regeling gaan vallen? Voorzitter, ik doe niet aan leedvergelijking. Ik ben niet aan het zeggen dat de ene persoon meer geraakt is dan de andere. Ik heb mensen gezien die zeer veel erger geraakt zijn dan ook de collega's met wie ik op de werkvloer sta. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat we naar de beste weten en kunnen dit nu niet kunnen uitvoeren. Dat gaat niet. Al zou ik het willen. Ik begrijp hier helemaal niets van. Waarom kan dat niet? Voorzitter, ik ga niet de uitvoeringstoets van RVO hier staan oplepelen. We hebben zeer serieus naar dit soort dingen gekeken. Op sommige regelingen is zeer lang gestudeerd. Bijvoorbeeld de regeling net over evenementen. Helaas is niet alles mogelijk. Wel steeds meer, maar wij lopen steeds weer tegen de grenzen van de uitvoerbaarheid aan. En dat vind ik in veel gevallen buitengewoon verdrietig. Mevrouw Pallant. Ja, u bent er verantwoordelijk voor. En, dat is zo, helaas. Ja. En nogmaals ter afsluiting, ik vind het uitermate treurig dat horeca wel dan steun krijgt, maar dat u uiteindelijk volhardt door te zeggen, we kunnen het gewoon niet en we gaan niet zoeken naar een oplossing en dus een bowlingbaan of een sportcentrum met horeca. Dat heeft u gezegd, meneer Van Hagen. Ja, ik heb het gezegd, maar ik wil afsluiten met het feit dat ik het uitermate treurig vind dat dit het einde is van dit verhaal. Okay. Mevrouw Pallant. Even terug naar de Rozee-kalveren.
En de veehouderij. Want daar had ik ook vragen over gesteld, inderdaad, of de minister bereid was om in gesprek te gaan over de toepassing van de TVL in verband met mogelijke complicaties van boekhoudkundige begrippen in die sector. Oh. Nu begrijp ik dat de minister heeft gezegd, de minister van LNV heeft aangegeven in gesprek te gaan, maar geen garanties te kunnen geven. Nou, de garanties zijn sowieso ingewikkeld in dit leven. Maar kan ik deze toezegging opvatten als dat dan ook hier precies over gaat, gekoppeld aan mijn vraag? Kijk, als dit ook een vraagstuk is dat daar speelt, dan zal ik zorgen dat de collega wordt bijgestaan om ook dit probleem te bezien. Ja? Dus dan voegen we dat toe aan de lijst met de onderwerpen. Ja. Helemaal goed, dank u wel. Dank u wel, de heer Stoffer. Inmiddels de microfoon is schoon. Ja. Ja, voorzitter. Ik begrijp dat iedere vraag die wij stellen inderdaad weer iets is wat ophoopt boven al die dingen die al liggen op de ministeries en de uitvoeringsorganisaties. Toch, maar ik heb één vraag die ik gesteld heb, volgens mij nog geen antwoord van deze minister. Okay. En het is er eentje van in het kader van voorkomen is beter dan genezen. Met name de infra, de bouwsector, de scheepsbouw, die zien een ooit de portefeuille opdrogen. En dat hoeft misschien niet vandaag of morgen opgelost te worden, maar mijn vraag was, wordt daar toekomstgericht ook aandacht aan besteed? Op het moment dat er misschien weer een beetje lucht komt op de ministeries, om dan te kijken van hoe voorkomen we dat ook daar de klap valt, terwijl dat misschien niet nodig is. En daar zou ik nog graag een toezegging op krijgen. Ja, een van de grote makkers van de vorige crisis was natuurlijk dat de bouwsector te veel terugviel. Zijn regelmatig overleggen met de bouwsector, onder andere door de minister die over woningbouw gaat, maar ook door de minister die over infrabouw gaat. Die gesprekken lopen, maar ik kan daar nu niet de details van melden. Maar er is allerlei terreinen natuurlijk zorg. En wat ons in het verleden is bij de vorige crisis is overkomen, zouden we nu moeten echt proberen te vermijden. De heer Stoffer. Nee, dan begrijp ik het zo, voorzitter, en dat is volgens mij voldoende, dat naar die infra, naar de bouw, naar de scheepsbouw nadrukkelijk wordt gekeken op het moment dat daar ook weer ruimte voor is in de actualiteit om dat op te pakken en dat dat niet iets is wat maar blijft liggen. Het heeft volgens mij op gepaste tijd de volle aandacht van het kabinet. Op gepaste tijd de volle aandacht. Gaat u verder. Ik ben klaar. Dank u wel. Dan wacht ik heel even. Ja, want er zijn niet zo heel veel vragen gesteld aan de minister van Financiën. Misschien dat hij die eerst beantwoordt. Ja, wachten we heel even totdat het spreekgestoelte schoon is gemaakt. En de minister van Economische Zaken even ruimte laat en afstand houdt. Ja, misschien dat u even langs, dan kan hij er even langs. Ja, zo. Het woord is aan de minister van Financiën. Dank, voorzitter, en dank ook voor uw regieaanwijzingen. En mag ik ook nog bedanken dat u mij toestaat om zowel dit debat te voeren als aanwezig te zijn in de Eurogroep. Dat was de leden ook opgevallen, denk ik, dat ik daar ook ben. Daar moet ik ook zo weer naar terug. Dus fijn dat ik het beperkte aantal vragen aan mijn adres nu mag doen. Voorzitter, heel kort inleidend is zo even door de minister van Economische Zaken al het een en ander gezegd over naar onze verwachting toch een veel forser beslag op alle regelingen. En wij denken dat dat echt potentieel in de miljarden loopt. Nog afgezien van dat ongeveer halve miljard wat we vorige week nog extra hebben toegevoegd. Ik zal een paar vragen over het aanvullende maatregelenpakket beantwoorden, over de fiscaliteit, de overheidsfinanciën en dan waren er nog een paar dingen in overig. Maar als ik het benoem als vier blokken, dan lijkt het meer dan het vermoedelijk zal zijn. Voorzitter, één opmerking van de heer Asscher, die ging over de tegenstelling tussen gezondheid en economie en dat dat een valse tegenstelling is. En daar ben ik zeer met hem eens, want dat is namelijk ook echt het geval. Die dingen liggen onmiddellijk in elkaars verlengde en ik heb vaker ook hier gezegd dat je eigenlijk moet kijken naar de combinatie van medische schade door corona, de medische opportunity cost, medische nevenschade die er ook is. Denk bijvoorbeeld aan die enorme ellende van later gediagnosticeerde kankersoorten, uitgestelde operaties enzovoort. Volgend blok, bredere ellende op het gebied van welzijn. Denk aan huiselijk geweld en natuurlijk schade in de economie. En eigenlijk moet je dat allemaal, hoe ingewikkeld dat ook is, proberen integraal te wegen. Dus
Ik was het zeer eens met zijn opmerking over dat dat een tegenstelling is die er niet opgaat.